Welkom. Je kijkt naar de stad van morgen, door de lens van de groene transitie. Kijk met ons mee naar de stad. Een wereld in het klein. Een wereld met miljoenen bewoners, waarin mensen, dieren en planten samenkomen. Om de stad leefbaar te houden voor al deze bewoners, is groen van groot belang. Groen maakt ons gezonder en gelukkiger. Tegelijkertijd staat vergroening in de volle en dichtbebouwde steden steeds meer onder druk. Dit zorgt ervoor dat ons ecosysteem uit balans raakt. Welke groene plekken kennen we eigenlijk in de stad? En hoe belangrijk zijn ze? Vroeger had je veel meer wildgroen. En dat mag ook wel weer een beetje terug, vind ik. Juist al die kleine stukjes groen, die kunnen ook heel erg veel verschil maken. Wij zijn zelf onderdeel van de natuur en wij kunnen niet zonder. Iris weet maar al te goed hoe belangrijk groen is in de stad. Zij heeft al meer dan 20 jaar een volkstuin in Tuinpark Sloterdijkermeer. Voor mij is de tuin een soort oase waar ik tot rust kom. Waar ik ontzettend geniet van vogels. Het is echt een heel belangrijk deel van mijn leven. Ik ga in de zomer nooit op vakantie, ik ben altijd hier. En ik heb ook echt met planten waarvan ik denk, goh, die heb ik al 20 jaar. Of en dan zie je ze ontwikkelen. Ik ben er echt heel erg druk mee bezig. Er zijn, ik geloof wel, een zestiental volkstuinparken in Amsterdam. En dan nog wat kleinere volkstuintjes. En die bestaan voor een groot deel al erg lang. We hebben groen nodig om gezond te zijn. We hebben groen nodig om opgewekt te zijn. We hebben groen nodig als esthetische ervaring. Dus dit is voor mij echt in de natuur zijn. Wakker worden met de vogeltjes. Echt het contact met planten, met dingen die groeien, met de grond. Dat is ontzettend belangrijk. We hebben hier een heel fijn slotenpatroon, dat is nog een middeleeuws patroon. Er kan ontzettend snel veel water verwerkt worden. De grond, omdat we niet zoveel bebouwing op de grond hebben, neemt heel veel water op. En het is ook een long. Juist dit soort gebied, met een soort coulissenlandschap heet dat, betekent allemaal heggetjes en boompjes, neemt ontzettend veel stikstof op. Dus het zijn de longen van de stad. Niet alleen volkstuinen helpen om de biodiversiteit en CO2-opslag van de stad op orde te houden. Ook stadsparken en bossen vervullen hierin een essentiële rol. Ik ben beheerder van het park Frankendaal. Begon hier al heel lang geleden, in 86, op de kwekerij. Ik denk dat de mensen hier graag in het park komen, even als rust. Punt. En vaak in de zomermaanden krijg je dan vaak recreatieve, dus echt op het recreatieveld. Dat is gewoon van de zon genieten of zo. Hey, Greet. Je hebt hier overgang van kruiden, water en dan zoom. En dan krijg je struiklaag, dat is dan de mantel. En dan krijg je de boomlaag en die loopt zo op. Eigenlijk zo heel grillig loopt hij op. Dus krijg je allemaal zon en schaduw. Dat is altijd het meeste. Daar moeten ze eigenlijk meer rekening mee houden. Want je ziet vaak ook in het openbaar groen hier aan de overzijde. Er is een veld tegenover de nieuwbouw, bij de nieuwbouw. En dat, ik denk, hier kun je toch wat meer mee. Je hoeft niet helemaal dicht met het bos of zo, maar gewoon wat breekpunten. En dan krijg je veel meer biodiversiteit. Groen is echt essentieel voor de leefbaarheid van de stad. Als wethouder ruimteontwikkeling ben ik daar natuurlijk heel erg mee bezig. Ik hou mij bezig met de ontwikkeling van de stad. Waar we gaan bouwen, niet alleen huizen, maar ook waar er sportvelden komen, waar er maatschappelijke voorzieningen komen, waar ziekenhuizen komen. Maar vooral natuurlijk ook waar groen komt. Nou, we zijn de stad aan het verdichten en dat doen we echt heel bewust, zodat we de groene scheggen en het groen rondom Amsterdam ook echt groen kunnen houden, want dat is ook van groot belang.
Dus dat we niet meer buiten de gemeentegrenzen gaan bouwen en echt die grenzen heel goed aanhouden. En dat betekent dat je in de stad groen en verdichting met elkaar kan combineren. En dat doe je eigenlijk door zoveel mogelijk groen toe te voegen. Dus daar waar stenen zijn, waar het kan, ze te laten verdwijnen. Maar dat betekent ook dat ruimtevreters, zoals bijvoorbeeld de auto, ook echt plaats zal moeten gaan maken. En we hebben gemerkt dat om een complete stad te bouwen, moet je al die andere zaken ook bouwen. En groen is daarbij van ontzettend groot belang. Groen zorgt ook voor dat de hittestress die door klimaatverandering steeds meer in de stad terecht gaat komen, dat we die deels kunnen tegengaan. Groen zorgt ook ervoor dat als er heftige regenbuien komen, wat ook gevolg is van klimaatverandering, dat het beter op te vangen is. Maar groen zorgt vooral voor een fijnere leefomgeving waar Amsterdammers gezonder en ook fijner op kunnen groeien, kunnen spelen, kunnen wandelen, elkaar kunnen ontmoeten. Groen is echt onmisbaar voor een stad. Positieve verandering creëren voor een groenere stad kan iedereen. Zo bouwden creatieven in Amsterdam Zuidoost hun eigen Jam Garden. Vrijwilligers uit de buurt hielpen met alles mee. Van het ontwerpen tot het aanleggen van de eerste planten in de tuin. Dit is onze backyard. En als je goed hier ziet, hebben we een kleine gedeelte met bakken gemaakt. Nou, we hebben nu het kazerne hebben we nu al 2 jaar. In het begin, het was een oude brandweerkazerne van de brandweerlieden. Dat al jarenlang leeg stond. Toen kwamen we op het project samen met Timberland om een nieuwe sfeer te creëren voor en met de mensen. Droog. En het brengt organisch mensen bij elkaar van alle windstreken en alle leeftijden. En dat is wel het mooie van die plantenbakken en die jam garden. Ja. Die was peren, volgens mij was deze dan voor appel. Dus zodoende had ik ook een beetje geleerd van een bepaalde tijd, maar dat je niet alle planten bij elkaar kon zetten. Want die ene trekt de kracht uit van de andere. Dus ja, dit is zeg maar het het start van een kleine urban garden in Zuidoost. Ga eens maar dan. Ik woon in een huis in het centrum en daar is geen buitenruimte. Dus dit is voor mij echt het contact met planten, met dingen die groeien, met de grond. Dat is ontzettend belangrijk. Nou, je ziet de schelpenpaden, dat zijn de openbare paden. Die worden door ons onderhouden en daar mag iedereen in de stad op wandelen. Zolang de hekken open zijn. En die hekken zijn open van zonsopgang tot zonsondergang. En alleen in de winter is het gesloten omdat we dan te veel inbraken hebben. Wij zouden best wel open willen zijn, maar ja, de veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Dus dat is jammer. En het is veengrond. Als je flink op en neer springt, dan beweegt de grond onder je voeten. En dit is wat heet gemeenschappelijk groen. Dus dat wordt door tuinders allemaal onderhouden om het een aantrekkelijk wandelgebied te laten zijn. In de jaren 70 is er al heel veel actie geweest om volkstuinen te behouden in plaats van om ze maar, op te geven zodra je bouwgrond nodig had of iets anders. En nu gebeurt dat eigenlijk weer. Er wordt met heel groot gemak wordt er een asfaltweg doorheen gelegd. Of zegt ze van nou, dat kan wel de helft kleiner. In plaats van dat je ziet dat het waardevolle natuur is die voor alle mensen in de stad van belang is. Nou, volkstuinen zijn natuurlijk echt een paar groene parels in Amsterdam. Want volkstuiners die zorgen ontzettend goed voor hun tuinen en voor de gemeenschappelijke tuinen die daar zijn. En ze creëren daar echt kleine paradijsjes. En we zijn
als gemeente al een tijd lang met de tuiners in gesprek van hoe kunnen we nou zorgen dat Amsterdammers ook meer kunnen gaan genieten van al dat prachtige groen. En nou, daar waren we als gemeente een beetje doorgeschoten. Dus we hadden te veel plannen over de tuinen gemaakt in de plaats van met de tuinders. En dat heeft toen voor veel onrust gezorgd. Toen heb ik gezegd, nou, die plannen die trek ik allemaal terug, want dit is niet goed gegaan. We gaan opnieuw met elkaar in gesprek en dat zijn we nu. En dan zie je dat tuinders het heel erg fijn vinden om meer open te zijn, meer toegankelijk te zijn voor Amsterdammers, voor anderen, om meer te kunnen genieten van al dat groen. En dat we moeten kijken naar, nou, wat zijn dan de voorwaarden en de manieren waarop we het beste kunnen gaan samenwerken. En volkstuiners vinden het bijvoorbeeld heel leuk als er mensen op hun tuin komen, maar ze vinden het een beetje gevaarlijk voor diefstal. En aan de andere kant hebben de tuiners gezegd, wij willen ook meer openbaar zijn en misschien ook echt een functie krijgen voor de buurt. Zo willen volkstuinen juist een belangrijkere openbare functie in de stad. Zo wil Brian juist meer gebruik maken van de openbare ruimte. Hierdoor faciliteert hij niet alleen ontmoetingen en sociale contacten, maar werkt hij ook aan een gezondere stad. Een tuin brengt mensen bij elkaar. En ook, wat ik ook merk is meer gezondheidsbewustwordinggesprekken. Waar we wel aan, meer aan toe zijn, vind ik. Ik vind van dat het meer mag. Dat je meer mag praten en cultiveren met groen. Oh, ja, hij gaat. Kijk, hier tot deze kant is alleen maar groen. Ga je die kant op, van Gasperdam is alleen maar groen. Richting Utrecht, Apkoude, want je hoeft maar de fietspad over te steken bij jou in Utrecht. Dat is al een andere provincie daarachter. Dus die scheiding, die koppeling is wel nice. Station Holendrecht, UMC. Ja, we lopen nu naar het Stangenpark at Amstel 3. Dit is het derde Stangenpark in Zuidoost die we hebben geplaatst. En met dit project ben ik al zeker een 10 jaar bezig of zo geweest. Met veel gehaal en getrek, veel aan tafel gezeten. Voor elk ding moest ik echt vechten, van die fietsenrek, bank, prullenbak, bord. Allemaal mijn eigen tijd en energie erachteraan moesten gaan. We zijn zo gecultiveerd met zelfhaat of met ontwetendheid dat de norm is. Dus je komt aan tafel, praat alleen maar over problemen, maar niet over de oplossingen. Als je gewoon het voor de community doet en je bent gewoon hard op de juiste plek en je bent klaar om andere mensen te willen helpen trainen. En dat is gewoon het belangrijkste. Dus die self-love en het overdragen. Allemaal in de community, dus echt community over contest. Bijdragen aan de groene transitie kan dus op allerlei verschillende manieren. Daar hoef je geen groene vingers voor te hebben. Het begint al met iets kleins. Door met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren, werken we samen aan de groene stad van de toekomst. Je ziet hier die weelderigheid. En dit zijn al gewoon algemene soorten, hoor. Kleine berenklauw, brandnetel. En ook de exoot reuzenbalsemien. Je ziet ook hoeveel insecten erin komen dan. En eigenlijk zou je ook zeg maar voor- en achtertuintjes in de stad zelf ook veel wilder kunnen maken. Maar gewoon laten groeien en dan een beetje beheren. Een beetje knippen als het nodig is. Dan krijg je veel meer ecologie in de stad terug. De stadsbewoner kan ervoor zorgen dat zijn eigen of haar eigen omgeving zo groen mogelijk is. Eisen stellen aan het gemeentebestuur dat het zo groen mogelijk is, maar bijvoorbeeld ook natuurinclusief. Dus dat we echt een stad maken die voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor beesten, voor insecten en voor planten. En dat mensen inderdaad kijken hoe kunnen we dat groen ook zo goed mogelijk beschermen en ook mooi houden. En ik denk ook een rol nemen in het beheer van het groen in de buurt, als ze dat leuk vinden. Gelukkig werken er al veel bewoners mee aan de vergroening van de stad.
Van tegelwippen en wormenhotels tot groene daken, geveltuinen of zelfs compleet nieuwe stadsbossen. Zij weten maar al te goed dat een gezond ecosysteem bijdraagt aan een rijke biodiversiteit in de stad. En dat groene aders noodzakelijk zijn om Nederland duurzaam en klimaatbestendig te maken. De stad van morgen. Een stad waarin alle bewoners meetellen. En dus ook planten, dieren en onze bodem genoeg ruimte krijgen. Waarin groen verbindt en we allemaal ons steentje bijdragen.